produceert ongeveer rond de 20 kuub mest per jaar. Dat komt overeen met twee koeien scheiden of produceren één vrachtwagen vol per jaar ongeveer. Een koe die in de zomer buiten loopt, die produceert ongeveer 9,8 kilogram stikstof per koe. En als je koeien volledig opstalt, zodat ze niet buiten komen, dan produceren ze 11 kilogram stikstof per jaar. Bij ons krijgen de koeien ongeveer 70% mais en 30% gras in transoen. Verder krijgen ze nog krachtvoer erbij. En dit krachtvoer, er zit ook heel veel eiwitten in. En die eiwitten zorgen ervoor dat de koe aan zijn liters komt. En je kunt aan de hand van de uitslagen van de melk kun je zien of de koeien het eiwitten en het voeren goed benutten, dat ze het goed omzetten in melk. Maar het kan ook zijn dat als je te veel ruw eiwit voert, bijvoorbeeld door middel van soja aan krachtvoer, dan kan het zijn dat de koe niet alles kan benutten. En alles wat een koe niet benut, dat gaat er via de mest gaat er de put in. Dus dat betekent dat je dan een hoger stikstof- en ureumgehalte krijgt. Dus om een koe milieuvriendelijk te laten produceren, hangt eigenlijk voornamelijk af van het voeren. Van hoe je voert en wat je voert. Om een milieuvriendelijke koe te fokken, ja, hoe je dat echt zou moeten doen, dat zou ik niet weten. Je moet koeien fokken die in balans zijn. Koeien die een productie aankunnen. Dat is een koe die helemaal in balans is. Die breed is genoeg, breed van voor. Mooi diep in de middenhand. En een goed kruisje heeft de koe met zeer beste benen eronder.